En iedereen vraagt altijd ja, maar uh, luister jij dan naar John? En maar waarom zou ik naar hem moeten luisteren? Dat is toch, dat is toch de omgekeerde wereld. Hij is toch mij gehaald, dus ik kan hem beter advies geven en dingen leren. Vandaag is onze gast Giel de Winter de frontman van het succesvolle Stuk TV. Hij verkocht zijn YouTube-kanaal aan het grote Talpa, is verwikkeld in een populariteitsstrijd met Enzo Knols, scoort online kijkersaantallen met de hele televisiewereld jaloers op is. En hij is ook nog eens net vader geworden. Dit is de Mike met Giel de Winter. Oh, man, je bent er. Ja, gelukkig wel. Heerlijk, ja. heerlijk. Het is heel simpel vandaag. Ik ga jou niet interviewen. Uh, okay. Jij gaat geïnterviewd worden door de journalisten van de toekomst. Kijk, hier staan ze. En uh, ze zijn hier om het onderste uit de kant te halen. Nou, ja, dat nou, uh, is uh, succes. Ja. <laughs> <laughs> Heb je een beetje voorbereid? Nee, totaal niet. Nee, ik bereid me echt eigenlijk serieus nooit voor op dit soort dingen. Omdat ik uh, de puurheid ook wel heel belangrijk vind. Ja. En ik weet wat ik, uh, natuurlijk weet ik wel wat ik soms zeg, maar soms is, is, is vanuit je. Echt je puurheid, zonder dat je iets voorbereidt, is het mooiste wat er is. Dus ja, en ik ben gewoon zoals ik ben. Oké, okay, genoeg. Uh, nu ben ik, uh, nu zijn wij hier gesproken. Nu was jij de nieuwe van huis. Dat, dat, ja, precies. Ja, Oké, okay, ben dat ik moet nu je nu oppassen. <laughs> we <laughs> gaan, uh, laten we gewoon beginnen, toch? Ben je er klaar voor? Uh, ja, 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 ja. Het is maar waarvoor je klaar kunt ja? toch? Ja. Er staan nu dus journalisten achter de mic. Wie ben je? Uh, hi, mijn naam is Stefan. Uh, Giel, leuk dat je er bent. Uh, jij wordt altijd in één zin genoemd met je YouTube vrienden Thomas en Stefan. Zijn het eigenlijk ook je beste vrienden? Meteen een hele goede vraag. Ja, man, ja. Ik, ik heb het je gezegd, Wees wat dat Nou, om, om daar wel meteen, uh, ja, zijn het mijn beste vrienden? Om daar meteen een heel helder antwoord op te geven. Uh, nee, het zijn niet mijn beste vrienden. Um, en uh, we ogen op beeld, ogen we echt uh, uh, als beste vrienden. Maar uh, ja, eerlijk is eerlijk, ik ken ze ook nog maar acht jaar. En ja, als je acht jaar en je noemt ze de beste vrienden, dan vind ik dat best wel pittig. En ik heb echt vrienden die ik al mijn hele leven lang ken. en waarmee ik in de wieg heb gelegen. en die noem ik mijn allerbeste vrienden. Um, je bent ook de baas van het concept Stuk TV. Dus ook de baas over Thomas en Stefan. Is dat niet lastig? Dat was voor, in het begin was dat heel lastig. want je stapt natuurlijk een format op. en je hebt een idee. en je neemt dat soort mensen neem je zeg maar aan. en jij neemt alle risico's. Uh, maar dan moet je natuurlijk wel uh, er zo goed mogelijk mee omgaan. Ik heb altijd gezegd, de mensen die in je groep zijn, waarmee je uh, succes behaalt, die moet je goed verzorgen. En uh, dat heb ik zeker gedaan. Die kan, ik, ik wil altijd hun recht in de ogen aan kunnen kijken. Maar dat, het, hè, dat je als je uh, het ergens niet mee eens bent met een, met een programma of met een idee of met een opdracht of met een actie die die jongens aan het doen zijn, ja, dan is het soms wel zo lastig om te zeggen, hé hey jongens, tot hier en niet verder. Ik neem aan dat jij je als baas wel verantwoordelijk voelt voor je personeel. Toen Stefan er een tijdje uit was bij StukTV. Wat deed het dan met jou? Voelde je je veel verantwoordelijk voor, Stefan? Ja, ja zeker. Ja, nee. Ik denk dat je als er iemand wegvalt in je groep, dat je wel degelijk uh, denkt van shit, uh, waar ligt de fout? Hebben we iets uh, te veel van iemand gevraagd? Hoe kunnen we het in de toekomst beter structureren? Hoe kunnen we er nog meer rust in brengen? Dus ik heb wel, eigenlijk toen hij eruit stapte, heb ik ook gelijk gezegd: je gaat een mental coach krijgen. En uh, ja, hij stond een week later. stond die mental coach bij hem op de stoep. En uh, met, met, met het gesprek: van we gaan het toch anders doen. En voor, voor hem is het belangrijk dat hij er snel bovenop komt. Ook weer voor mij is het belangrijk dat die jongere snel bovenop komt. Voor het publiek is het belangrijk dat hij er snel bovenop komt. Maar wel met de juiste nieuwe regels. En uh, ja, ik, ik voel me dan wel verantwoordelijk. Ja, ja, het is wel... Schrok je ervan dat het binnen jouw bedrijf zoiets gebeurde? Zet in, hij het uiteindelijk Eerlijk denken? gezegd schrok ik daar niet van. Ik vind dat daar in, de, in dit mediawereldje wel zo'n. Uh, zo een druk op, op ieder schouder ligt en dat het zo'n... Uh, het is niet echt het mooiste wereldje wat er is, want je kan wel tegen iemand heel goed gesprek voeren, maar je weet niet wat diegene dan achter je rug om doet. Het is, het is je, zeg maar je hoofd altijd boven water houden in deze wereld. En uh, hoe lullig het ook is, soms is het ook wel een beetje aan jezelf denk ik ook wel belangrijk. Uh, dus nee, ik schrok daar niet van. Het is zo'n bepaalde druk die je op je schouders krijgt qua werk, presteren, filmen, Stefan als de shows. En we hebben het allemaal gehad hoor, in de afgelopen acht jaar een burn-out. Dus, uh, uh, of in ieder geval heel veel stressverschijnselen. Dus je leert er denk ik ook wel weer van als mens. Dankjewel Stefan. Wie staat er achter de mic? Ik ben Femke. Um, jullie als stuk TV zijn ingehaald door Enzo Knol. Ja. Um, wat doet hij beter? Wij maken totaal verschillende content. Het is, wij, wij zitten meer op de uh, niet-vlogkant. de Wij willen juist programma's maken. Um, maar de vraag waarom wij zijn ingehaald door Enzo, nou, dat heeft wel te maken met, uh, ik denk gewoon, constant uh, uitzenden van hem in de coronatijd. Want we zijn ook in de coronatijd vol ingehaald. Ja, dat is gewoon een groot compliment voor hem. Ja, wij hebben dat, wij hebben dat niet in onze macht op dat moment. Wij zijn met een heel groot team, we maken ander soort content. We lopen niet met een camera rond en we hoeven alles te doen. Want we hebben ook nog een heel team editors, het moet de kwaliteit bij ons uh, leveren. Ik heb liever dat ik minder kijkcijfers heb en dat ik tweede altijd sta en ik heb gewoon een harde uh, 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 fanbase. Dan continu voor mijn gevoel hebben van hey, ik moet continu weer elke keer die lat hoog leggen. Ik vind nu dat wij stabiel zijn. Maar nemen jullie wel eens een voorbeeld aan een ander kanaal, aan andermans video's? Ja, tuurlijk. Nee, we kijken heel veel van in Amerika. Er zijn een hoop YouTubers waarvan we denken, goh, uh, uh, die passen meer bij ons. Dat past niet bij ons. Zoals? Uh, nou, Dude Perfect is een heel, heel uh, mooi voorbeeld hoe ze dat in Amerika aanpakken. Weet je, dat is ook een soort, dat is ook een groep. En uh, die maakt toch wel op uh, een of andere manier hele creatieve video's. Die weten heel slim. Om zeg maar, eh, klanten zeg maar, aan hun merk te verbinden. zonder dat de kijker daar last van heeft. Ik vind dat wij daar wel een groot voorbeeld van kunnen nemen. Thank you very much, Femke. Dankjewel. Wie staat er achter de mic? Hi, ik ben Evi. Uh, Giel, uh, sinds eind 2018 stukte Stuk TV natuurlijk bij Talpa. Maar ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk de afspraak met John de Mol? Wat heeft hij nou eigenlijk van <laughs> jullie gekocht? <laughs> ja. Ik kan wel aan. zeggen dat dit een slechte vraag is, maar dat is het helemaal <laughs> niet. En of ik daar daadwerkelijk antwoord op kan geven, is natuurlijk wel een tweede. Want jij spreekt, je hebt afspraken. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we wel nog altijd gewoon de vrijheid hebben afgesproken. En dat we vooral uh, um, gewoon wel moeten blijven maken wat we eerst deden voor de verkoop. En moet ik het dan zien dat Talpa de naam StukTV heeft gekocht? Of betekent het dat jullie drie ook echt als gezichten de komende jaren door moeten gaan? Zijn er platformen nog van jullie? Wij hebben in principe hebben wij het hele merk Stuk TV, hebben wij uh, uh, verkocht aan, John, uh, aan, John, ja, aan Talpa. Dus dat betekent dat het merk Stuk TV eigendom is van Talpa. En uh, ja, wij met z'n drieën zitten nu in de periode uh, dat we aan stuk zitten verbonden, zitten we bij Talpa. Het, het, het zijn wel, zeg maar, uh, vragen die, die wel onder de kijkers. Heer zeg maar. Ja. Je bent je daar, ja, ik, ik denk meer van: ik heb die overstap met Talpa gemaakt. Maar voor mij is dat eigenlijk gewoon zo van: ja, we gaan gewoon door met het kanaal. Maar toch is het dus een big issue ja, voor de kijker. Het is iets anders ja. ja. En voor de jonge doelgroep denk ik dat ze zich afvragen wie is Talpa. Wie is John. Ja, tuurlijk. Uh, maar ik denk dat de oudere generatie wel degelijk beseft wie Zon en wie Talpa is. Ja. Wie staat er achter de mic? Hoi, ik ben Dana. Ja. Um, je hebt wel eens gezegd dat je de meest onzekere guy bent, maar waar ben je nou precies zo uh, onzeker over? Ha, zo'n shit. I love yeah. it. Ja, daar zijn we nu. Yeah. Ja. <laughs> um, ik denk dat dat meer dat, dat, dat ik denk dat elk mens wel een rugzak he, uh, op heeft, maar hoe groter die rugzak, hoe uh, onzeker je er uh, soms kan zijn. En elk mens is onzeker, laten we dat vooropstellen. stellen. Maar uh, ik, ik ben zeg maar in dit wereldje best wel onverwachts uh, uh, doorgegroeid. En ik heb inderdaad eerst op een school gezeten waar ik vanaf getrapt werd: 40 gele kaarten, ik werd geschorst. Ik moest naar een moeilijk opvoedbare school. Uh, daar werd ik ineens van 30 leerlingen werd naar 10 leerlingen gezet. Uh, dus mijn opvoeding werd ineens anders. Uh, uh, ik, werd, ik kwam wat aan, ik, ik dronk heel veel, ik wist niet wat ik wilde in de toekomst. Mijn ouders gingen scheiden. Uh, dus dat was eigenlijk een combinatie van allemaal: van holy fucking shit, ik, uh, wat doe ik hier überhaupt nog als alles toch tegen zit in principe? Uh, uh, dat, dat, dat is wel een on onzeker factor. En uh, ja, soms loop je tegen dingen aan waar je absoluut niet blij van wordt. Als jij dus elke keer met je kop op, de beeld, uh, op beeld bent en je haar vallen bijvoorbeeld uit, dat is gewoon echt niet chill. Dan kun je wel zeggen: ja, maar je bent gewoon wie je bent. Uh, ja, ik ben wie ik ben, maar ik wil wel gelukkig zijn met mezelf. Dus uh, ik denk dat die onzekerheid daar wel van allemaal van afkomt. Ik heb gewoon een rugzak gecreëerd. En uh, eerst was het heel moeilijk om daarover te praten. Maar ik denk hoe, zeer, hoe juist, meer je over die onzekerheid praat, hoe meer je er juist mee kan dealen. En hoe meer je de middelvinger naar iedereen kunt opsteken: van jongens, ik ben wie ik ben. En ik kom nu wel heel zeker over, maar dat is, dat is, elke dag struikel je nog met, met dingen waarvan je denkt: ja, ja heb, ik daar, heb ik daar nou zin in? Nee. Nou ja, iedereen toch? Ik denk iedereen ja. Alleen dat is dus een, wel een heel pittig uh, uh, dingetje in, 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 in deze tijd, vind ik wel. Het is alsof je, maar iedereen moet perfect zijn in vakken, in deze wereld. Ik zie alleen maar mensen die aan het sporten zijn. Nieuwe kleren aan het kopen zijn. Een nieuwe auto. Ik doe eraan mee. Hè? Ik doe precies hetzelfde. Maar is het een, iets goeds? Nee. Waar ben jij onzeker over? Oeh, goede vraag. Goeie vraag. Je kijkt hem <laughs> gewoon terug. Um, waar ik onzeker over ben. Ik denk dat dat um, best wel veel is. Ik denk ook dat ik er, me heel erg kan vinden in wat er net werd gezegd. Dat je heel veel geconfronteerd wordt met hoe iedereen zou moeten zijn. Ja. En um, dat je daar. Best wel bewust van ben van wil ik ook zo zijn en hoe wil ik mezelf dan neerzetten of zo. Um, maar ik merk dat als ik met mensen ben waar ik me heel fijn bij voel, dat ik dan eigenlijk die onzekerheid heel erg weinig heb. En als ik ben in situaties waar ik echt niet comfortabel voel, dat ik me dan ook gelijk veel bewuster ben van wie ik zelf ben en. Um, wat, ja, zeg maar, hoe, hoe mijn uiterlijk eruit ziet en dat soort dingen. Dat wel knap hoor. Dat ze het zo gewoon uh, ja, een teken vertellen zonder ja. dat we elkaar kennen. Ja. Maar het blijkt dus wel weer dat zij zegt ook: ja, bij mijn vrienden kan ik me prima vinden ja. maar aan de buitenwereld. Dus er, is al, er wordt gewoon al eigenlijk over een bepaald persoon een ideaal beeld geschetst. Hoe weet ik nou wie zij is? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Wie staat er achter de mic? Mijn naam is Marijn. Um, Marijn en wat ik, is je vraag, Marijn? Nou, ik wil eigenlijk eerst maar even doorgaan op de onzekerheid. Mm -hmm. um, want heb je dan ook bijvoorbeeld het gevoel dat je op een positie zit die je niet verdient? Of die je ja, ten onrechte hebt uh, gekregen? Um, nee, eigenlijk ja. niet. Maar het is meer dat je denkt: van... oh, kan ik dit? En kon, ik wist niet dat ik dit kon. Ja. Dus ja. je hebt meer zoiets van: je hebt dus iets bereikt wat je er dus zelf eigenlijk altijd aan. Aan twijfelde. Had ik dat van mezelf uh, tien jaar geleden kunnen, uh, kunnen bedenken? Nee. Want je hebt, je hebt wel eerder in interviews gezegd dat je um, liever achter de camera staat dan ervoor eigenlijk. Ja. Is een, een rol voor de camera dan eigenlijk wel voor jou weggelegd? Um, tot zekere hoogte niet. Uh, maar het probleem is dat ik mezelf er uh, vroeger een uh, paar jaar, of ja, toen ik begon met stuk, toen heb ik twee uh, uh, presentatoren gevonden. En dat waren Thomas en Stefan. En uh, ja, toen ineens stond ik daar ook, uh, met z'n drieën. En dan begin je toch programma's te maken en je begint toch aan elkaar te wennen. Ja, en dat, 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 ja, dan stopt dat op een gegeven moment niet meer, Er zit gewoon geen stop op. Terwijl ik wel misschien had gehoopt van, ja goh, misschien was het vroeger wel lekker geweest als ik op een gegeven moment de stap uh, achter een scherm had gezet. Heb je ook wel momenten, of heb je een moment gehad dat je balend in het zweet wakker werd van, ik wil dit niet meer, zoals stukken is? Hoe bedoel je? Nou, dus... Wat je vertelde, dat je in zekere zin uh, liever achter de camera staat. En dat er zijn er momenten geweest dat het eigenlijk veel werd. En dat je dacht van, ik moet hier, ik moet hier mee, mee stoppen. Nou, ik denk meer een combinatie van. Als je dus uh, Roadtrippers hebt gefilmd. En je, mm -hmm. moet, uh, je komt uh, eindelijk weer even thuis van, uh, van, de, van twee weken reizen. En je moet de volgende dag alweer een opdracht filmen. En de volgende dag jachtseizoen filmen. En een, dan ben je klaar met je en dan moet je weer de kluis gaan filmen en dan heb je weer shows. Ja, dan wordt het te veel en dan ja, ga je nadenken. Ja. Dan wil ik keus maken. Dus dan ga je bijna, zeg maar in de piramidevorm ga je nadenken, hey, wat vind ik nou het tofste, wat vind ik leukste, wat past nou het meest bij mij. Ja, en die woensdagopdracht die doen we al heel lang. Ja, en dan zou je dat als eerste wegschrappen. Dankjewel voor je vraag. Hey, Hallo. er staat iemand <laughs> achter de mic. Hi, wie is het? Uh, ik ben Hielke en uh, mijn vraag is eigenlijk: je bent nu twee jaar werk je bij Talpa, dus ja. uh, creative director bij Talpa Social. Ja. Um, wat is naast Stuk TV nu hetgene waar je het meest trots op bent? Uh, hetgene waar we het meest trots op zijn, uh, binnen Talpa Social. Ja. Nou, ik vind toch dat wel dat we steeds meer uh, merken weten te lanceren. Kijk, zo'n nieuwe wave is natuurlijk best wel uh, heel snel gelanceerd. En uh, dat ging zo rap, maar we moesten wel meteen heel veel formas uh, uitpompen. Uh, ja, dat, dat vond ik wel. In eerste instantie ging dat echt heel goed en waren we er heel trots op. Uh, en daar zitten echt wel hele mooie pareltjes tussen, waarvan ik denk: hé, hey, dat, dat, dat moet wel doorgezet worden. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dat dat wel gewoon, ik denk dat, dat, dat we daar wel het meest trots op zijn. Ook vooral met de mensen achter de schermen die daar gewoon elke dag. Zich weten in te zetten. Want er is ook alweer een heel team die dat doet. Ja. Bij uh, Talpa kom je natuurlijk ook mediagigant uh, John Mol tegen. Ja. Um, daar kun je een hoop van leren. Ja. Um, kun je iets noemen wat hij van jou heeft geleerd? Wat hij van mij heeft geleerd? Ja, ja hij heeft van mij geleerd hoe, uh, hoe je op een goedkope manier kan produceren. <laughs> op een goedkope manier kan produceren. Ja, ik, dat weet, ja, ik weet nog dat, dat, twee, uh, dat ik de tweede keer bij hem kwam en dat ik uh, uh, liet zien wat het jachtzoom kostte om het te maken. En toen is hij dat met, uh, met die uh, met dat ding is hij door de hele afdeling gegaan. Zo kan het dus ook. Ja. Dus je hebt producers geld gekost. <laughs> ja, ja, misschien wel. Nee, ja, maar het is, het is wel even heel mooi om de internetwereld te laten zien aan, 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 aan iemand die alleen maar in de televisiewereld zit. En hij is hartstikke slim qua formats. En hij weet heel goed hoe je hoe je daarin moet werken. Maar de internetwereld is wel iets heel heel nieuws. En iedereen vraagt altijd, ja, maar uh, luister jij dan naar John? Ja, maar waarom zou, hij, waarom zou, uh, waarom zou ik naar hem moeten luisteren? Dat is, toch, dat is toch de omgekeerde wereld? Hij heeft toch mij gehaald, dus ik kan hem beter advies geven en dingen leren. Dus nee, ik heb hem daar wel degelijk in gezegd van zo, de, de, de manier van productie kan goedkoper. En andersom? Wat, uh... Andersom uh, heb ik ook nog wel behoorlijk wat geleerd over uh, de formatkant. Format, formats bedenken is, best wel op, uh, is, is niet de manier hoe iedereen denkt. Het is niet zomaar van, oh, je bedenkt gewoon iets tos en je werkt het uit. Nee, een programma moet formatelementen bevatten. Dus echte format uh, waarvan je denkt, hé, hey, dat is uniek en dat past bij dat format. Ja, dus elk format moet vijf, zes, zeven formatelementen hebben. Ja, en daarin heb ik wel wat stappen gezet, zodat je denkt van, oké, okay, hoe meer formatelementen ik toevoeg aan een programma, hoe unieker die wordt. Kijk, Wat deed je al uh, zelf? Ja, dat deed ik al zelf. Maar als jij bijvoorbeeld met de kluis komt en we zijn dat samen aan het kijken, ja, dan haalt hij daarna afloop toch wel drie uh, hele slimme opmerkingen eruit. En dingen waarvan ik denk: Oh shit, daar had ik over na moeten denken. Daar leer ik dus zelf van. En dan kan ik dat meteen toevoegen in het volgende seizoen. Uh, dus nee, ik denk: ik, ja, Die man die weet alles over Fong was. Echt, we kunnen zeggen over wie van, oh ja, het is John en het is Talpa. En uh, nou heel eerlijk. Ik heb echt wel uh, respect voor die man, want hij, hij is degene die, die heel veel stuurlots ja, heeft gemaakt. Hebben. Dus ik, waar ik ergens van kan leren, dan is het van hem. Ja. Dus ik stuur ook met alle, met alle liefde nieuwe programma's door en uh, ja, dat vindt hij dan heel interessant. Dankjewel. Hey, yes. thanks man, goede vragen. Wie staat er achter de Mike? Wie is dit? Joka, hallo. Kom maar op met je vraag. Uh, je vertelde net dat je op de school voor moeilijk opvoedbare kinderen hebt gezeten. Ja. Wat maakte jou een moeilijk opvoedbaar kind? <laughs> uh, ik was. Uh, in het eerste jaar was ik. Uh, ik luisterde gewoon niet. Ik, had, uh, ik luisterde echt totaal niet. Echt gewoon woede aanvallen. Uh, ik had. Uh, ja, opgekropte woede, denk ik. Maar dat was niet tot hele erg agressie. Maar het was meer zo van. Ja, ik luister gewoon niet meer naar jou. Ik sloot me gewoon af en ik dacht. Dikke neus. Doei. En uh, ja, dan liep ik er gewoon uit. Ik, uh, ik deed mijn huiswerk niet. Ik. Uh, Nee, er zat gewoon bij mij geen balans in, er zat bij mij geen structuur in, ik had geen ritme. Ik ging zelf gewoon, als ik dacht van nou, oh, ik heb geen zin in deze les, dan ga ik gewoon niet. Ja, uh, heb ik daar spijt van? Nee, totaal niet. En ik ben altijd blij dat ik naar die school ben gegaan, want daar ben ik wel op mijn vingers getikt. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ja, dit is wel een soort labeltje. Heb je ja, daar nog last van labeltje. gehad? Uh, ja, uh, in, uh, waar ik woon zeg maar, en, en dat is in Uden, en ik ben naar ons op school gegaan. En als ik vertelde dat ik op die school zat, dan was het uh, heel vaak aan de koffietafel en de keukentafel. Ah, oh, zit je op die school? Oké. Okay. Heb je er nog uh, last van gehad met je carrière, of is het juist uh, positief voor jou geweest mm. dat je naar die school? Nee, ik denk gaan. dat het juist is positief is. Je weet precies wel van waar je tegenaan loopt. Want als ik daar niet op had gezeten, dan had ik dat nooit geweten. Nee, je vertelde dat je daar bent voor die boede aanvallen, heb je daar nu nog last van? Nee, never nee. nooit meer. Nee, nee top. Heel oh, goed, dankjewel. Yo. Hallo, wie staat er achter de mic? Wie, wie staat er als laatste achter de mic? Ik ben Laura. Oh, ja. Heel. Um, in 2011 ben je begonnen met Stuk TV. We zijn ja. nu negen jaar later. Jullie zijn ook ouder geworden. Ja. Uh, jullie hebben veel gekke challenges gedaan: opdrachten, inbreken, overnachten. Ja. Je zei het zelf ook al: de woensdagopdrachten worden een beetje de sleur. Ja. Uh, ja, is het einde van Stuk TV in zicht? <laughs> nee, echt niet. <laughs> uh, nee? nee, het is absoluut niet uh, het einde. is absoluut niet in zicht. Juist niet. Uh, ik denk dat we nog zoveel uh, kansen uh, kunnen bieden uh, aan onze kijkers. Wat uh, voor kansen zijn dat dan? Nou, ik zou ooit inderdaad uh, een Biscoop-film uh, willen opzetten. Ik zou graag toch eens een keer op een ander platform iets willen neerzetten. met de gasten voor stuk. Uh, ik zou meerdere uitstapjes willen maken. Ik wil niet meer precies gericht zijn op het platform van YouTube. En uh, dat wil. Ik zit gewoon meer, steeds meer van. We kunnen. Uh, YouTube heeft de laatste jaren zoveel regels uh, aan het. Uh, die zijn dat zoveel regels aan het opstellen vanuit Amerika. Het is. Eigenlijk een platform aan het worden dat alleen maar naar klanten aan het kijken is. En naar nou, wie kijk jij ja, nu zelf? Wat, wat heb je is Nou ja, is kijk, ik, mijn series moeten natuurlijk gefinancierd worden. Maar de woensdag heb ik altijd gezegd: dat wil ik gewoon. Ik wil dat daar geen commercieel belang aan vast zit. Dit doen we puur voor de kijker. En natuurlijk de zaterdag ook, maar we moeten ook geld verdienen, laat het eerlijk wezen. Alleen de woensdag is nu zo dat YouTube. Uh, we mogen niet meer over een hek klimmen. We mogen niet meer uh, zomaar in een gebouw rennen. We mogen niet. Als dat dus zo is, dan worden we al meteen geflekt. Dus eigenlijk roept de kijker van: Hey, uh, ga dit doen. En dan willen we dat doen. En dan wordt onze video geflekt. En dat betekent dat die niet meer in trending komt. De kijkcijfers worden naar beneden gehaald. Je algoritme wordt naar beneden gegooid. Uh, dus met andere woorden, wij kunnen gewoon niet uh, naar, onze, naar ons publiek luisteren. Omdat we op een platform zitten dat ons eigenlijk een beetje tegenhoudt. Omdat hun belang anders is. En ja, ik weet dat het heel veend is dat ik dit openbaar zeg. Maar dat mag ook gewoon een keer uitgesproken worden. En daarom denk ik. Ik zou het heel tof vinden om gewoon ook met stuk gewoon eens andere platformen te bewandelen, andere programma's te maken. En, en in die andere programma's zijn dan jullie daar drie nog wel daar in beeld? Ja, of zeker. Zijn dat nieuwe mensen? Want je had het net al over misschien vervangers. Dat zou ik op de woensdag willen doen. Maar Giel Thomas en Stefan, die, die worden gewoon eigenlijk de bas en Adria. En maar, maar als er iemand weggaat, als er iemand weggaat, dan ben jij het. Als het, als het is dat iemand weggaat uh, op de woensdag, dan ben ik dat. Maar jullie hadden bijvoorbeeld, een jaar geleden hadden jullie uh, het format hongerige wolven. Ja. En naar mijn idee sloeg dat wat minder aan. Jullie waren ja. daar zelf ook niet zo heel nee. erg in de hoofdrol. Dus Klopt. gaat het dan wel lukken met misschien nieuwe talenten? Ik denk als je dat op een slimme manier doet wel. Kijk, en dat format was meer om te kijken. Oké, okay, ik wil eens even... En dat, dat was echt een hele mooie testcase. Want ik wilde mm -hmm. ook weten, oké, okay, wat als wij puur in de presentatierol gaan ja. staan... en gewoon eens deelnemers erin zetten die men niet kent. Want dan weet ik meteen, waar kijkt men voor? Kijken ze voor Giel, Thomas en Stefan? Of is het merkstuk? Ja, en dan heb je heel snel de conclusie dat men kijkt naar Giel, Thomas en Stefan, dat dat gewoon een hele belangrijke factor is. Dus no worries. Het is niet zo dat ik, dat ik uh, stop met stuk te veel. Juist niet. Ik vind dat wij het Carlo en Irene-gevoel van vroeger naar voren moeten brengen. Hoe langer je door blijft beuken, hoe minder mensen uh, uh, jou vergeten en hoe meer stabiliteit je kan neerzetten op de wereld. Wij zijn nu al bijna negen jaar, zijn wij constant bezig. Elke woensdag en tegenwoordig elke zaterdag. Ja, wij zijn zo'n constante factor aan het worden. En we hebben misschien wel 2,4 miljoen abonnees. Maar ik ben al heel blij als we een miljoen views halen op, op, op uh, een programma. Want dan betekent dat ik dus 1 op de 17 mensen in Nederland kijkt dus gewoon onze shit. Maar nou, dat kan televisie niet meer zeggen. Nee. En uh, wat, hoe zie je jezelf dan over 10 jaar? Je zegt, uh, ik wil dan misschien wat minder in, in de ja. spotlight. Wat zijn je plannen? Wat wil je nog bereiken? De beste, beste vraag uh, voor het einde. Uh, ik ben de laatste tijd wel goed over nadenken. Maar ik heb wel zo mijn plannen. Ik zou wel. Uh, uh, een meer productiehuis willen starten om meerdere uh, programma's in één keer uit te rollen. en die willen wegzetten op verschillende platformen. Dus Mag dit gewoon productie... talpa? Dat kan uh, over een paar jaar zeker. Ja, maar dat, wil, dat, zeker. Kan, dat kun je ook met talpa doen. Dat, dat kun je zonder talpa doen. Maar ik, ik heb nu geleerd in de afgelopen negen jaar hoe het is om programma's te maken. Dat kan op een stuk efficiëntere manier. En als wij dat uh, neer weten te zetten in die wereld. dus voor een Amazon, voor een Netflix, voor whatever. dan kan ik dat zo uitrollen. Nou, super, dankjewel. Dankjewel. Yes. Dit is wel heel tof dat, je dat, dat zeg maar, jonge studenten de kans krijgen om zeg maar, jou een vraag te stellen. Omdat, omdat je heel veel interviews zijn altijd hetzelfde ja Dus ik ben daar, ik ben daar best wel uh, blij mee dat ik dit uh, uh, heb gedaan. Want. Je hebt natuurlijk ook huiswerk. Ik stap zo meteen de auto in en ik weet wat er leeft onder mijn kijkers. Ja, precies. Oké, okay, tuurlijk. Het is allemaal weer voor jezelf. Nee, ja, maar... nee maar het is. Je kan je platform nog ja. steeds sterk maken. Het is Klopt, ja werk. Tuurlijk. Dankjewel man. Uh, yes. Ik heb ervan genoten. Uh, toffe antwoorden. Ook echte antwoorden gegeven. Iedereen hier is je dankbaar. We zijn jou natuurlijk ook dankbaar. En de volgende keer moet je gewoon weer kijken. Want weet je wie er dan te gast is? Dan vraag je je af, hè. Kijk.